Sharon, ik sprak jou voor de wedstrijd. Ik vroeg aan jou, heb je er zin in? En jij lachte wat en je zei, mooie tegenstander. En binnen 8 minuten wisten we genoeg. Ja, klopt. Dit soort wedstrijden is altijd lekker om te spelen. En in 8 minuten had ik 2 doelpunten gemaakt volgens mij. Dus de wedstrijd begon goed. Ja, dat eerste doelpunt, beschrijf het eens. Ja, de keeper schoot de bal verkeerd naar Nick volgens mij. En hij speelde hem strak op mee. 1 aanname schoot ik hem met rechts volgens mij in de lange hoek. Ik moet hem even terugzien, ik weet niet precies meer hoe die ging. Nee, dat begint al lekker. Maar dan die tweede. Die was wel heel mooi. Ja, precies. Volgens mij kreeg ik hem ook ongeveer 20 meter of zo. Ik weet niet hoe ver. Maar ik schoot hem lekker en hij ging mooi in de bovenhoek. Ja. Ja, dan zijn die 8 minuten gespeeld. En wat voor gevoel heb je dan? Ja, dan moet je gewoon doortrekken. En dan weet je dat je lekker in de wedstrijd zit. En dan zag je ook met de laatste doelpunten dat we met die snelle spitsen van onze nieuwe spelers Danny en Antonia. Ja, en de oude spelers die we natuurlijk al hadden, zie je dat we gewoon een heel goed team hebben. En het is makkelijk om die jongens weg te steken, dus dat is lekker. Ja, je moet wel weten wat die jongens doen, want jij krijgt die bal, Antonia maakt dan snelheid. Dan moet jij wel weten waar die bal moet komen. Ja, precies. En dat is iedereen is echt kwaliteit, wat ik zeg. Hij heeft de snelheid en ik voor mij is de bedoeling om die bal goed in zijn voeten te spelen en dat hij goede voorzet kan geven. En bij de laatste goal zat alles in, dus dat is lekker. Ja. Ja, het feit dat je met veel jongens vorig seizoen natuurlijk al samen hebt gespeeld, merk je al dat dat een voordeel is? Jawel, want we weten natuurlijk wat we aan elkaar hebben. Ik bedoel, Kieften belt bijvoorbeeld de laatste actie. Ja, hij zit altijd kort op de man en daarna kan ik de bal onderscheppen en kan ik hem wegsteken. Hij zei ook na de wedstrijd van we weten elkaars kwaliteit en dus bij de laatste goal is dat zeker naar buiten gekomen. Ja, want hoe ver zijn jullie nu in de voorbereiding, een week voor de start van de competitie? Ik denk dat we gewoon aardig op dreef zijn, maar dat we nog een stapje moeten maken om echt hetzelfde te bereiken als vorig seizoen. Maar, De weg zit er niet goed in, dus we moeten gewoon doortrekken. Ja. Hebben jullie de teleurstelling van de uitschakeling tegen Aberdeen snel kunnen verwerken? Ja, moeten wel, want je speelt volgende week competitie. Dus je kan niet blijven rouwen in de momenten dat het niet goed ging. Maar nu zie je dat we gewoon omgedraaid hebben en volgens naar de goede kant hebben gezet. En dat is vandaag eruit gekomen.